Voetbalclub Wodan kan opgelucht ademhalen. De Eindhovense politiek heeft ingestemd met het reddingsplan voor de failliete club. Voorzitter, als wij betaald voetbalorganisatie als PSV kunnen redden, dan moet het toch ons ook lukken om een amateurvereniging als Wodan te redden in deze stad. De gemeente staat garant voor een lening van 7 ton. Die lening moet de club er weer bovenop helpen. Al hadden veel fracties wel moeite met het besluit. Als wij onze financiële regels gaan schuiven, zijn we bang dat andere clubs, de collega zegt het, met vergelijkbare problemen ook bij ons komen aankloppen. En wat doen we dan? Het hele proces verdient niet per se een schoonheidsprijs. Maar met het amendement en de motie worden de risico's verkleind. Met name met het clubhuis van Wodan als onderpand. De maatschappelijke waarde en het behoud van de breedte sport in de vorm van voetbal in Woensel-Noord doen de weegschaal van GroenLinks nu doorslaan na een jaar voor dit voorstel. De politiek stemt toch in. Want nee zeggen betekent een leeg sportpark in Eindhoven-Noord en 750 leden die ineens op straat staan. En de gemeenteraad heeft nu harde financiële eisen gesteld. Strenge controles en een onderpand mocht het financieel toch misgaan. Als het slecht afloopt, komt het toch een heel groot stuk komt het terug in de gebouwen en in de inventaris. Alleen Wodan zal een heel sterk bestuur moeten hebben om deze moeilijke tijden door te komen. Volgens mij moet je er nu vertrouwen in hebben met de ondersteuning van de Eindhovense Sportraad. Met de ondersteuning, ambtelijke ondersteuning en met een paar behoorlijke financiële voetangers en klemmen zou ik willen zeggen. Moet het gaan lukken. Opgelucht? Heel erg. We hebben natuurlijk maanden voor gewerkt en de afgelopen weken dag en nacht mee bezig geweest. Maar heel blij dat het zelfs unaniem door de gemeenteraad gesteund wordt. En dat we de lening gaan krijgen en weer met frisse moed door kunnen. Alle puntjes rond het reddingsplan kunnen nu op de i worden gezet. Dat moet voor 15 juni gebeuren, anders mag Wodan niet meer uitkomen in de competities.